Burgemeester, het kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten om de maatregelen tegen corona te verlengen. Was u verbaasd over deze verlenging? Nee, we voelden het met z'n allen natuurlijk wel aankomen. Hè. Ieder die de tv volgt weet dat het gaat allemaal om de aantal IC-bedden. En we hebben allemaal gehoord dat het alleen nog maar stijgende is, het aantal mensen dat met corona besmet raakt. Dus ja, we wisten wel dat het langer zou duren. En ik denk zelfs dat het nog wel langer dan een maand duurt. Nu is het zo dat we binnenkort paasweekend hebben en ook de meivakantie. Premier Rutte zei het al, ik doe een dringend appel om thuis te blijven, zei hij tegen de mensen. Wat betekent dat voor de vakantieparken in onze regio's en de campings? Nou, de campings en de vakantieparken zijn open, met dien verstande dat bij campings alles sanitair wat voor gemeenschappelijk gebruik is dichtgaat. Dus ja, dan is het niet meer zo handig om op zo'n camping te zijn. Maar sowieso zou ik tegen iedereen zeggen van het is nu geen tijd om vakantie te vieren. In feite is de lijn blijf in je huis, ga er alleen maar uit voor de noodzakelijke boodschappen. En ik kan me voorstellen dat als je met een heel gezin zit te thuiswerken, de kinderen zitten te huiswerken, dat je af en toe een ommetje maakt, maar daar moet het eigenlijk bij blijven. En ja, we krijgen heel mooi weer. En daar zouden we normaal me van volle teugen van genieten en allerlei activiteiten doen. En nu moeten we ons echt beperken tot in de tuin blijven, balkonnetje. En zij die dat niet hebben, even een ommetje. En verder gewoon in huis blijven. Ja, deze situatie heeft dus een impact op ons allemaal. Hè? De gezinnen met kinderen die thuis hun huiswerk moeten maken, thuiswerkende mensen. Maar het heeft natuurlijk ook een enorme impact voor de ondernemers. Ja, je zou maar kapper zijn of horecaondernemer. Het ligt gewoon allemaal stil. De zomerjurkjes gaan ook niet meer de winkel uit. Dus alles ligt een beetje stil in Nederland. En dat zal waanzinnige financiële consequenties hebben. En daar hopen we met z'n allen strakjes weer uit te komen. We hopen door de regelingen die er nu al worden genoemd, dat we uiteindelijk wel weer overeind krabbelen qua economie. Maar dat het impact zal hebben, dat is ongetwijfeld zo. En zware impact, zeker voor ondernemers. Nu is het zo dat er dus landelijk heel veel regels zijn afgekondigd. Die regels gelden natuurlijk ook in de gemeente Leudal. Wat gaat u er als gemeente aan doen om ervoor te zorgen dat die regels ook daadwerkelijk worden nageleefd? Nou, gelukkig, de meeste mensen gedragen zich er ook naar. En dat is ook niet zo vreemd, want er is nogal wat aan de hand. Hè? Het is ook niet zo vreemd dat we allemaal luisteren naar datgene wat de wetenschappers ons aangeven. Want we zien het om ons heen gebeuren. En ook in Leudal zijn vele gevallen van het coronavirus die het er dus echt behoorlijk zwaar mee hebben. Die in ziekenhuizen belanden. Dus gelukkig in Leudal zie je dat de meeste mensen gewoon doen wat ze moeten doen. Maar er zijn natuurlijk altijd wat mensen die daarbij hulp nodig hebben. Die niet doorhebben dat het echt menens is. Dat het echt over gevaarlijke situatie gaat. En dan gaan we gewoon handhaven. Dan staan er fikse boetes op datgene waar we met z'n allen van hebben gezegd. Dat moet u niet doen. En ik kan er zo een paar noemen. U moet afstand tot elkaar houden. Van 1,5 meter. U gaat niet met meer dan 2 mensen lopen. U gaat geen bijeenkomsten organiseren. Laat staan feestjes. En als dat dan toch gebeurt, omdat jongeren denken, wat kan mij nou overkomen? En even niet denken aan oma of de buurvrouw. Ja, dan grijpen we in. En dan zijn de boetes fors. Burgemeester, wat wilt u de inwoners nog meegeven? Nou, vooral houd moed. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want het gaat nog wel een tijdje duren. Maar we weten met z'n allen waarvoor we het doen. De gezondheid staat op het spel. Dus houd moed, houd die afstand. En houd u ook vooral aan de regels. We weten waarom ze er zijn. Zoek daarin ook niet de marges op. Zodat wij moeten gaan handhaven. Want daar is het niet voor bedoeld. En tegelijkertijd als ik zeg van neem die afstand van elkaar. Is het mooi om te zien hoe we met afstand tot elkaar toch weer bij elkaar kunnen komen. Door allerlei mooie initiatieven die er ontwikkeld worden in Leudal. Want we moeten er zitten veel mensen alleen thuis. En die moeten we vooral niet vergeten. En dan is het. Echt ben ik als burgemeester trots op dat wij in staat zijn als Leudal om daar allerlei projecten voor te verzinnen.